De alligator in de vijvers van Elsene is voorlopig niet gevonden. Dinsdagavond zocht de politie van Brussel Elsene tevergeefs naar het dier dat daar volgens een getuige anderhalf jaar geleden zou zijn ingedropt. Binnenkort volgt een nieuwe zoekactie. Pikdonker rond de vijvers van Elsene dinsdagavond op enkele felle spots na. De politie zoekt hier niets minder dan een alligator die al meer dan een jaar in de vijvers zou rondzwemmen. Deze avond hebben wij geprobeerd die dier te vinden door licht razend op het water te zetten. En dan zouden wij de ogen van de alligator kunnen zien. En dat was de bedoeling. Maar geen alligator te zien. Nochtans heeft de vijverwachter zo'n anderhalf jaar geleden iemand een levende krokodil in het water zien gooien. Nadien heeft niemand het beest nog gespot, maar het zou er nog rustig toertjes kunnen zitten doen op de bodem. Dat is specifiek van de alligator, die kan verwinteren als het niet te koud is. Dus een krokodil die kan niet, die zou gestorven zijn, maar een alligator die kan zo meerdere maanden in het water blijven en verwinteren. De politie van Elsene neemt dan ook het zekere voor het onzekere. Ze heeft zelfs de hulp ingeroepen van de federale politie die met een bootje gekomen is. Maar dat is te diep voor het vijverwater. En dus volgt er binnenkort een tweede zoektocht. Zeker en vast. We zullen ter beginnen met een bootje van de gemeente Elsene. Die door de dienst werkt, denk ik. Die heeft zo'n boot die op de vijvers kan gaan. Dus we zullen dat nog een keer herbeginnen, om zeker te zijn. Let intussen dus maar op aan de oevers van de vijvers van Elsene.